Wat heeft een bananenschil te maken met het loslaten van niet-helpende overtuigingen? Wat het is dat wij als mens onszelf allemaal verhalen vertellen. En nu denk je misschien, hè, verhalen vertellen, waar heb je het over? Nou, heel simpel voorbeeld. Op het moment dat jij in de auto zit op de snelweg en je bent onderweg naar een belangrijke afspraak en iemand zou jou afsnijden en jij moet ineens op de rem trappen onverwachts, waarschijnlijk schiet er iets door je hoofd heen. Waarschijnlijk is dat iets wat geïrriteerd is of boos of misschien begin je wel te vloeken of te tieren of ben je op zijn minst geïrriteerd. Nou, op dat moment ben je met jezelf in gesprek over iets wat er gebeurt. Dus dat is letterlijk, je vertelt jezelf een verhaal. En hoe dat komt, is dat wij allemaal een reptielenbrein hebben. Ik heb daar al kort eerder iets over verteld. Ik zou het nog even meenemen. Reptielenbrein is het oudste gedeelte van ons brein, wat eigenlijk altijd continu de omgeving afscant op gevaar, geen gevaar, veilig, onveilig, goed, slecht, zwart, wit. Nou, op het moment dat je natuurlijk in zo'n situatie bent dat je op de rem moet trappen, is een gevaar. Dus je reptielenbrein komt direct in actie, die heeft er een oordeel over. Dit is slecht, dit is... Ja, nou, dat is letterlijk jezelf een verhaal vertellen. En nu is dit een simpel voorbeeld, maar eigenlijk vertellen wij onszelf continu verhalen. En heel vaak verhalen over dingen die we niet kunnen, dingen waar we niet goed in zijn, dingen die niet bij ons passen. Toen ik nog vrouwen echt coachte op het gebied van lifestyle en voeding, kreeg ik bijvoorbeeld heel vaak te horen, ja, ik kan niet stoppen met eten, of ik ben nou eenmaal een stresseter, of ik ben nou eenmaal een emotieeter. Dus dat was een bepaald verhaal. Of als het gaat om ondernemen, wat ik ook wel vaak hoor, is... ja, ik ben iemand met telefoonangst. Ik ben iemand die niet van bellen houdt. Nou, dat zijn ook eigenlijk gewoon verhalen. En hoe je dat kan loslaten, is door middel van een oefening met de bananenschil. Heel simpel voorbeeld. Je zou over straat lopen en er ligt een bananenschil. Je ziet hem niet, je zet je hak erop en je glijdt onderuit en je knalt zo met je hoofd tegen de stoeprand aan. Nou, je wordt wakker in het ziekenhuisbed. Hopelijk gelukkig niks ernstigs, maar wel even flinke hersenschudding. En je bent op dat moment letterlijk vergeten dat je een emotie bent, eter bent. Je bent letterlijk vergeten dat je iemand bent die niet van bellen houdt. Want ja, al die herinneringen, al die verhalen zijn even uitgeschakeld door de hersenschudding. Zou het op dat moment, nou, misschien niet op dat moment als je daar in het bed ligt, maar zou het in die situatie gaan lukken om op te bellen zonder een verhaal? Zou het gaan lukken om te stoppen met die reep chocola helemaal opeten zonder een verhaal dat je dat niet kan, want je bent een emotieeter? En waarschijnlijk is het antwoord ja. Of het antwoord is op dat moment ja. Omdat er geen stofje in ons bloed zit waardoor we bijvoorbeeld niet de telefoon kunnen oppakken. Er zit geen stofje in ons bloed waardoor we niet kunnen stoppen met eten wanneer we cravings hebben naar een reep chocola. Heel veel dingen kunnen we wel, alleen het is een gewoonte, het is een verhaal wat we onszelf vertellen. En ik zou je de vraag willen stellen, ga eens nadenken. Wat is een verhaal wat jij jezelf vertelt waarvan je denkt, ja, maar dat kan ik niet. Dat past niet bij me. Zo ben ik niet. Dat is niet mijn persoonlijkheid. Denk daar zo over na. Neem eens een voorbeeld. En het liefst ook een voorbeeld wat je in de weg staat. Kan zakelijk zijn, privé, gezondheidsvlak. En ga jezelf echt in die situatie plaatsen. Alsof jij over straat loopt, alsof je onderuit gaat over die bananenschil. Alsof jij met je kop zo keihard tegen de stoeprand aankomt. En stel je voor dat je een hersenschudding zou hebben. Je zou je letterlijk niet meer kunnen herinneren dat je dat verhaal hebt. Zou het je op dat moment helpen? Zou het helpen om het verhaal van emotieeter los te laten? Zou het helpen om het verhaal, ik ben niet goed in sales of ik hou niet van bellen, los te laten? Waarschijnlijk is het antwoord ja. En als het je gaat helpen om dat verhaal los te laten, maak dan de beslissing om het los te laten. En dat is echt een stukje training. Nou, dat kan je door middel van deze oefening gaan doen. Maar ga dit echt doen. Want dit is iets waar jij controle op kan uitoefenen. En je kan dus gaan kiezen welk verhaal je jezelf vertelt. Je kan gaan kiezen of je tegen jezelf zegt dat je geen discipline hebt. Of je kan de beslissing maken, ik ben vanaf nu iemand met discipline. Je kan jezelf vertellen dat je niet van bellen houdt. Of je kan de beslissing maken dat je gewoon vanaf nu belt, los van hoe je je voelt. En dat stuk gaan trainen en beheersen, en daar is altijd een volgend niveau in, gaat je waarschijnlijk veel verder helpen en heel veel kracht en ook heel veel resultaat opleveren. Dus heel veel succes. Denk aan de bananenschil. Pas het toe. Ik hoop niet dat je echt onderuit gaat op straat over een bananenschil. Maar neem dit zeker mee en ga echt jezelf daarop trainen om er anders mee om te gaan. Tot de volgende keer en voor nu nog een hele fijne dag gewenst.